Kent u een van die mensen? Dag van Eva, TV. U kent helemaal niemand van deze mensen? Nee? Ja, ik durf het echt niet te zeggen. U durft het niet te zeggen? Nee. Nou, het zijn onze volksvertegenwoordigers. Oh. Meneer Stoelinga, heeft u iets met politiek? Ja, ik ben gemeenteraadslid van Amersfoort 2014, dus ik heb wel iets met politiek. De heer Assenberg zegt volgens mij dat uit dat gesprek toch wel een bepaalde verwachting is gewekt. En dat hij op basis daarvan heeft gezegd, we kunnen op deze manier verder gaan. Dan kunnen ze zeggen, het is wel een informeel gesprek, maar dat gebeurt natuurlijk altijd. Er worden verwachtingen gewekt. Kijk, als u als wethouder had gezegd, of de ambtenaar, ja, dit wordt helemaal niks, dat kunt u beter niet doen, dan was de heer Assenberg met zijn studie niet doorgegaan, denk ik. Het is in 17 en als we gaan kiezen is het al 18. Wat heeft 2014 dan te bieden? Nou, wij hebben 4 jaar lang heel hard gewerkt als partij en we houden onze naam, want we zijn opgericht in dat jaar bij de eerste verkiezingen. Net zoals D66 nog steeds 66 in zijn naam heeft staan, dus we houden gewoon onze naam. Als je 66 bent, dan ben je met pensioen bijna of helemaal en dan begint vaak ook het geheugen al wat af te nemen. Is dat bij u ook zo? Nee, ik heb wel bij enkele raadsleden dat bespeurd, maar ik heb er zelf nog geen last van. Maar dan moet ik ook wegwezen. Op het moment dat dat gesignaleerd wordt en dan mag u mij wijzen. Dan zal ik ook direct opstappen. Op grond van dit document had ik het vertrouwen dat het goed zou komen. Verkiezingen, ze zijn wel belangrijk, hè? Natuurlijk zijn ze belangrijk. En het lastige is, we zijn van de lokale partij. We hebben ook te maken met landelijke invloeden. Hè? Dus partijen die het landelijk goed doen of slecht doen. En wij moeten echt werken, knokken voor elke stem. Want u heeft geen landelijke coryfee die u in kunt vliegen, hè? Nee, we hebben geen bobo's die we inzetten. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik snap wel dat ze dat doen, maar het is niet de bedoeling. Het gaat om Amersfoort. En ik vind ook dat Amersfoort centraal moet staan in de verkiezingen. En niet die bobo's die even een autootje langskomen en na 5 minuten weer weggaan. Van deze wet afkomt, dat is de tweede keer, dat ik dan met een loop moet bekijken, tekst moet verklaren en dan een vergadering moet beleggen. Dank u. We hebben de afgelopen 4 jaar heel erg gehamerd op efficiënte uitgaven van geld. De belastingen moeten omlaag, kunnen ook omlaag. Er wordt hier met geld gesmeten. Ik denk aan de onderwijshuisvesting bijvoorbeeld. Ik heb het eens opgeteld van de week. 2,2 miljoen heeft wethouder Houwing door nalatigheid over de balk gesmeten. Nou, dat vind ik echt schandalig. Dus er moet een nette, fatsoenlijke financiële huishouding zijn. Onze wethouder heeft nu voor de tweede keer alweer 500.000 gegeven aan een projectontwikkelaar. Omdat hij zijn plannen moet uitstellen. En ik vind dat dat eigenlijk heel erg zonde is van het onderwijsgeld. En ik heb al jaren geleden gezegd, je moet zorgen dat je ergens een pand koopt en daar de scholen inzet tijdens de verbouwingen. En dat scheelt dan huur en noem maar op. En dan kun je later dat pand weer verkopen. Maar goed, het is allemaal niet gebeurd. En nu zie je dat we dus projectontwikkelaars moeten gaan betalen om in die panden te mogen een paar jaar. Nou, en dat vind ik zonde van het geld. En daar maak ik me heel druk over. Waarom heeft ze het in uw optiek over de balk gesmeten? Omdat ze het traag gehandeld heeft. Ze heeft bij de Vosheuvel en bij JVO. Ze had een pand op moeten kopen. Nu moet ze 1 miljoen betalen aan projectontwikkelaars. Ze hoeven daar niets voor te doen. Steken het geld in de zak en wachten 2 jaar met bouwen. 1 euro. Meneer Flikkerma, mag ik naast je komen zitten? Ja, als je je handen thuis kan houden vanavond, dan... Hey.